Thomas Verhaar, je bent de nieuwe speler van Excelsior. Kan je uitleggen waarom je voor Excelsior gekozen hebt? Dat contact nadat ik terugkwam uit Kaapstad was eigenlijk vrij snel gelegd. En, ik vond het wel mooi om weer dicht bij huis te gaan spelen. En, ik denk dat Excelsior daar de ideale club voor is. Dus, Want was je buitenlandse avontuur je niet bevallen? Is heel goed bevallen. Ja, ik heb een geweldige tijd gehad in Kaapstad. Het was al vrij snel duidelijk dat er geen vervolg op kwam. Tenminste. Ze hadden een optie voor 1 juni moeten lichten en dat kon om verschillende redenen niet. Dat wilden ze in principe wel, maar toen was het aan mij de keuze of ik daarop wilde gaan wachten. Of op zoek ging naar een andere club en zo is dat uiteindelijk gegaan. En dan maak je de overstap van Sparta naar Excelsior. Bij sommige supporters zal dat een gevoelige overstap zijn. Is dat bij een speler ook het geval? Ja, ik heb afgelopen half jaar in Ajax shirt gespeeld, dus ik was al een hoop vrienden kwijt. En nu heb ik ook afscheid genomen van de rest. Dat kan gevoelig liggen voor supporters. Ik heb zelf dat gevoel helemaal niet. Ik bedoel, zoals supporters elkaar haten, zo zie ik het niet. Daar ben ik denk ik net wat te veel liefhebber van Rotterdam en van Excelsior voor dan een echte supporter. Excelsior is gewoon een mooie club. Die hebben de afgelopen jaren mooie stapjes gezet. Daar heb ik met bewondering naar gekeken. Ik hoop dat ik dat sportieve stapje terug, dat we daar weer aan kunnen gaan werken om die ook weer omhoog te zetten. Je hebt ongetwijfeld gesproken met de trainer, met de club. Wat willen ze? Ja, ze willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. En dat wil volgens mij iedere club in de keukenkampioendivisie. Alleen ze willen dat wel gewoon op een stabiele manier. En dat spreekt mij wel aan. En de trainer, Ricardo Moniz, is een trainer die veel van zijn spelers eist. Past dat wel bij jou, bij jouw karakter van het harde trainen, manier waarop hij druk wil zetten in wedstrijden? Ja, krijgt hij vaak die vraag wat vaker, maar waarschijnlijk uit ik me niet helemaal zoals ik dat zelf voel, want ik hou daar wel van. En in de tijd dat we met Sparta presteerden, trainen we ook best wel harder dan de meeste anderen. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat ik het best op mijn recht kom. Dus dat sprak me vooral eigenlijk wel het meeste. En de laatste week, ongetwijfeld, speelde er al wel iets met Excelsior. Dan zie je al die spelers die komen met de Kyle Ebisilio, Edero Sander Fischer, Alexandro Dame is gebleven. Kijk je dan toch met een oog iedere keer als er nieuws komt van dat is wel gunstig en het begint ergens op te lijken? Ja, Excelsior doet het altijd de Excelsior manier. Dus de weken voor de competitie dan vormt de selectie zich een beetje. En ik denk dat, dat de meeste vormen al wel redelijk duidelijk zijn geworden de afgelopen dagen. Dat is mooi en ik denk dat er kwalitatief gewoon een aardige groep staat. Ik heb wel zin om gas te geven en plezier te maken en dan komt het presteren vanzelf, denk ik. Ja, want Sander Fischer is teruggekeerd, die ken je. Je hebt samen met hem bij Sparta gespeeld. Heb je dan extra veel app-contact de laatste dagen gehad? Ja, we hebben wel contact gehad. Eigenlijk al vanaf het begin toen ik las dat hij terugkwam naar Excelsior. Toen had ik ook al contact, dus dat was leuk. Ik heb een goede tijd gehad met Sander, dus het is mooi om weer samen met hem op het veld te staan. Woensdag eerste training. Heb je veel gedaan de laatste tijd? Of moet je toch echt wel aan de bak? Ik heb de eerste weken van mijn vakantie heb ik rustig aan gedaan. En daarna heb ik het gewoon weer opgepakt. Samen met Olivier Noordam, de fysieke trainer van Sparta. Die heeft een mooi schemaatje voor me in elkaar gedraaid. Dus zijn we op VOC met een aantal gasten gaan trainen. En in de gym bij Hans Kroon ben ik ook nog een paar keer langs geweest. Dus ik heb wel vertrouwen. Je hebt natuurlijk bewezen bij Sparta dat je in de top van de Jupiler League toen, nu heet het keukenkampioendivisie, ook heel belangrijk kan zijn hè, als je op wordt gesteld. Heb je voor je gevoel dan ook wel weer zo'n jaar voor ogen dat je misschien wel weer meegaat in de dingen aan een topscorerstitel, in ieder geval wel weer belangrijk kan zijn voor een ploeg die bovenin meedraait? Ja, dat hoop ik wel. Al moet je wel eerlijk zijn dat jaar bij Sparta was gewoon exceptioneel goed. Ik hoop dat ik dat niveau weer kan gaan bereiken. Ik heb zelf wel vertrouwen in dat het kan. Alleen moet je altijd afwachten hoe zo'n seizoen uiteindelijk loopt. Maar dat is wel mijn bedoeling. Ik ben er ook wel weer aan toe om lekker te spelen en gewoon echt te gaan presteren. Je hebt voor 2 seizoenen getekend. 1 seizoen Eerste Divisie, volgend jaar Eredivisie. Dat is wel de bedoeling.